Wat staat er allemaal op het menu vanavond? Ja, voor vanavond hebben we verschillende soorten hapjes gemaakt. Een groot deel daarvan zijn vegetarisch. Wie verzint de maaltijden elke keer? Normaal gesproken gebeurt dat eigenlijk door onze chefkok. En soms ook in overleg met onze manager. En als je nou zelf een heel lekker recept weet, mag je dat dan koken? Of? Ja, ik heb kort geleden eigenlijk iets vegetarisch gemaakt op de barbecue. En het ging om geroosterde aubergine. Ik zie dat het een volle bak is. Wat maakt het zo succesvol, Resto van Harte? Ik denk dat inderdaad die ontmoetingen zijn. Soms is het helemaal niet zo vanzelfsprekend om met andere mensen in contact te komen. En als je bij Van Harte aanschrijft, dan is het eigenlijk wel vanzelfsprekend dat je even een praatje maakt met iemand anders. Je gaat even het huis uit, je spreekt even iemand anders. Maar je hoort ook, zoals vanavond hebben we al heel veel artiesten die komen optreden. Maar op elke avond is er eigenlijk ook wel een kleine belevenis of een grotere belevenis. Dus je kan je altijd laten verrassen. Je kan ook in je uppie binnenkomen en er is altijd wel leuk gezelschap. Ja, kijk eens naar je buurman, schudt hem eens de hand en schenkt je allermooiste lach. En iedereen denkt, hé, hey, wat is hier aan de hand? Het wordt weer gezellig in heel het land. Oké, en hoe kwam het bij je? Is het lekker? Ik weet niet, ga proeven. Wil je zien hoe het is? Maar het is altijd lekker hier. En ga je vaker naar Resto van Harte? Ja. En waarom? Nou, daar hadden wij het net over, van waarom kom je hier? Uiteraard het eerst het lekkere eten, maar het gaat natuurlijk vooral om het sociale samen zijn. En nou, je ontmoet nieuwe mensen en mensen die je al kent uit de wijk. En graag. En waarom vrijwilligt u voor Resto van Harte? Waarom vindt u dat zo belangrijk? Ik vind het belangrijk omdat het mensen met elkaar verbindt. Ze doen het dan ook op Kanaaleiland. Nou, en ze zijn ook van plan om hier helemaal goed heen te komen. Dus daar zijn wij heel erg blij mee. Het verbindt elkaar. Het verbindt mensen met elkaar. Tegelijkertijd hebben ze vrijwilligers aan het werk die weer onder de mensen komen. Misschien weer een opstapje voor een vaste baan. Je weet het niet. En kijk eens om je heen. Ja, kijk eens naar je buurman. Schud hem eens de hand en schenk je allermooiste lach. En iedereen denkt, hey, wat is hier aan de hand? Het wordt weer gezellig. U draagt Resto van Harte een warm hart toe, hoorden we net. Waarom is het zo belangrijk voor u? Nou ja, Resto van Harte is gewoon heel concreet met eten, via eten, samen koken, mensen verbinden. En er zijn gewoon heel veel mensen die toch eenzaam zijn, geïsoleerd zijn, geen makkelijk niet contact te leggen. En dan als je komt eten bij Resto van Harte, dan kan je gewoon lekker komen eten. En dan is dat toch een manier om met andere mensen in contact te komen. Dus dat vind ik een gouden formule. Als je dan aan tafel zit met mensen, wat is dan de leukste ontmoeting die u ooit heeft gehad? Nou, ik had net wel een hele bijzondere ontmoeting. Een vrijwilliger die al jaren bij Resto van Harte op Kanaaleiland komt, een mevrouw. Zij zei, ik heb een hele heftige tijd meegemaakt en ik dacht, nu kom ik weer gewoon, want ik wil weer bij de samenleving horen. Ja, dat vind ik een prachtig moment. En hoe vaak per week gaat u naar Resto van Harte? Dinsdag en vrijdag. Het is daar gewoon leuk. Het is warm, je kent iedereen. Is het de eerste keer dat je naar Resto van Harte komt? Nee, elke maand zijn wij hier. Wat maakt het dan dat je elke keer blijft terugkomen? Oeh. Hij moet omdat ik ga. Chocola, 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 chocola.